Hebben jullie hem gezien op tv? Ja, die groengoeroe Frans Timmermans. Ja, daar zit natuurlijk een man die ook denkt bij zichzelf, waar ben ik aan begonnen? En die heeft enorme spijt van die hele onderneming. En die dacht, ik regel het even, ik word even minister-president van Nederland. Nou, dat ging dus allemaal niet door. En nou zit hij zich de hele dag op zijn kop te krabben, die Timmermans. Want die denkt bij zichzelf, hoe heeft dit nou allemaal kunnen gebeuren? Hoe zit hij de hele dag thuis? Ja. En dan komt hij zelf met de conclusie en dan zegt hij, ja, weet je wat het is? De mensen hebben ons te veel gezien als onderdeel van het Haagse systeem. En daarom zijn ze afgehaakt. Nou, nee hoor. Timmermans, wat is dit nou voor een geneuzel? Jullie hebben gewoon een hele verkeerde... Je bent gewoon een verkeerde paard gaan wedden. Je hebt gewoon de hele tijd op klimaat gezeten en noem het allemaal maar op. Hier, en waar je op had moeten zitten, op immigratie of asiel... Hey, hier, ik zal je even laten zien, vrienden, een lijstje met de punten van belang van het programma van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Hier, dan moet je goed meekijken, hè? Hier, let op, hè? Daar komt hij aan, hè? Hier, zie je ze staan hier? Hier, daar gaan we, hè? Daar staat dus wonen, staat daar, zorg, klimaat, bestaanszekerheid, onderwijs, zie je ze staan, openbaar vervoer. Gelijkwaardigheid, die staan allemaal bovenin, hè? Staan allemaal bovenin. Betrouwbaarheid van de overheid, werk, economie, kunst en cultuur. En niks immigratie. Nee, en zie je helemaal niet, hè? Niks asiel. Ja, ergens daar, en zie je staan Europa. En onder dat Europa, ja, dan eindelijk komt er ergens op de derde of vierde plaats, komt er een verhaaltje over asiel. Nou, en dat heb ik gelezen, dat hele verhaaltje. En daarin staat gewoon alleen maar, eigenlijk, kom maar binnen met je knecht. Ja, we zullen niemand afwijzen, eigenlijk bijna niemand. En we gaan ook zorgen dat we beter opvang krijgen in Nederland, zodat meer gemeentes de mensen kunnen opnemen. Nou, dan heb je er dus niets, maar dan ook niets van begrepen. Nee, want het thema van de verkiezingen, immigratie, asiel. En daar speelde die Wilders op in. Ja, die begreep dat. En dat hebben zij totaal niet begrepen. Totaal geen feeling met de samenleving. Nou, ik ga je wat vertellen hoor. Dat GroenLinks en die Partij van de Arbeid, die gaan nog hele zware tijden tegemoet.